we hebben zeg maar geen karnemelk in de aderen, maar meer champagne. Dus als het dopje eraf gaat, dan boem. Welkom allemaal, welkom bij Waanzinnig Kunstzinnig. Mijn naam is Catharina Schul. Moet je waanzinnig zijn om geniale kunst te maken, of berust dat op dat onjuiste stereotype beeld? Was Van Gogh wel zo'n gewaardeerde kunstenaar geworden? Ja, kom binnen. Wel zo'n gewaardeerde kunstenaar geworden als hij zijn oor er niet had afgesneden? Of is dat misschien een hele schadelijke romantisering in het begrip van de geniale waanzinnige? Daar gaan we het vanavond over hebben en ik heb daar hele goede gasten voor. Welkom, Micha Hamel. Micha Hamel is componist, dichter en onderzoeker. Zijn composities zijn opgevoerd door diverse orkesten, waaronder de Nationale Opera. En met zijn dichtwerk verwon hij verschillende prijzen. En zijn laatste boek, Is Daar Iemand, die ik hier ook heb, is dit jaar gepubliceerd bij uitgeverij Pluim. En dit boek gaat over zijn eigen ervaring met de waanzin. Mag ik een applaus voor Micha Hamel? Wat fijn dat je er bent. Ja. Zou je in kort even ons kunnen meenemen, mij in de zaal, wat jou overkwam toen in 2009, het begin van deze bundel? Nou, heel eenvoudig. Ik heb een bipolaire stoornis, net als Schumann. En dat wist ik toen nog niet. Dus wat er dan gebeurde is dat ik over een wat langere periode, dat heet ontregelde. Dat betekent, in het geval van een manie, betekent dus dat je heel veel energie krijgt, heel weinig slaapt, heel snel gaat praten en steeds, zeg maar, een soort van heftiger wordt. En op een gegeven moment brandde ik door, als het ware. Toen ging de lading schuiven, zou ik maar zeggen. En toen moest ik naar het ziekenhuis om therapie te krijgen en pillen te krijgen. En zoals dat gaat met bipolair, het woord zegt altijd al, je hebt twee polen. De ene die te heftig is, te veel energie. En de andere is dat je dus depressief bent. Dus dat je somber bent en heel weinig energie hebt en dat soort dingen. Je werkte toen natuurlijk ook al in de culturele sector. Ja. Ook als schepper, als kunstenaar. Ja. Je zei het net ook al, je krijgt natuurlijk ook medicatie als je daar bent. Ja. Was je niet bang, toen je die medicijnen kreeg, was je bang om jouw creativiteit te verliezen? Of dat het zou aantasten? Ja. Even wel, maar er is helemaal niks van waar. Het slaat helemaal nergens op. Want het is gewoon, A, het is gewoon niet gebeurd. En twee, het zit gewoon helemaal niet daarop. Het zit helemaal niet op die laag. Want ik heb een van de hoofdzinnen, de hoofdgedachten uit het boek is dat een ziel kan niet ziek zijn. Ja. Dus hè, je hersenen kunnen, dat is misschien wel echt belangrijk om te zeggen, je hersenen kunnen ziek zijn, net als dat je een wond aan je been kan hebben. Zo kun je ook gewoon in je hersenen een wond hebben. Maar je persoonlijkheid en je ziel zit heel ergens anders. Dat zit op een hele andere laag. We weten niet waar die zit, maar zeg maar, het vermoeden is dat we een ziel hebben. Ja. En daar zit die creativiteit, die zit aan die ziel vast. Dus het maakt eigenlijk helemaal niks uit, want ik heb... En weet je dat nu, of was je toen wel nerveus? Nou ja, toen dacht je natuurlijk, mijn leven valt uit elkaar, et cetera. Je zit in het ziekenhuis en je denkt, oh, hoe moet het verder? Tuurlijk, dat hoort er allemaal bij. Dat is de paniek en het verdriet wat je hebt als je merkt dat je zo'n stoornis hebt en dat je daarvoor behandeld voor moet worden. Maar daaruit komend en daaruit gerakend is juist dat creatieve... Ja, gegroeid. Maar het is ook een jaar en beter geworden eigenlijk. Onder meer is daar natuurlijk dit jaar deze heel veel mooie. Ik heb heel veel dingen gemaakt. Misschien waren die nog beter geweest als ik geen medicatie had gehad. Dat weet ik niet, maar dat zullen we nooit weten. Want je wordt ook ouder, hè? Je wordt ook sowieso beter omdat je ouder wordt. Ja, voordat we daar verder over hebben, wil ik heel graag dat jij een klein stukje voordraagt als je zo ver bent. Ja. Miljoenen ogen hebben op mij neergekeken, tegen mij opgekeken. Miljoenen ogen hebben mijn huid versleten, oren hebben mij gehoord en ik ben gezien op de binnenkant van hun voorhoofd als herinnering, als nachtmerrie. Maar bovenal als derde persoon. Het lichaam met harnas, de silo waarin zij gekerkerd zijn, is het mijne niet. Want ik ben slechts, een zone. Een streng bewaakt niemandsland. Want als ik iemand binnenlaat, dan word ik hem of haar. Zijn of jouw speelruimte komt aan mijn zone te grenzen. En alles vervloeit. Je bent bang.
Zone. Dat woord zone, dat heb ik vaker gelezen in jouw bundel. En ik vind het zo'n mooie omschrijving van waar je het ook zei. We weten niet waar onze ziel zit en we weten niet de hersenen en ons lijf waar het stopt of waar het eindigt. Maar zone is jouw benaming. Een beetje, waarom ben je erop gekomen? Dat komt vanuit de gedachte, precies wat jij zegt, dat we niet precies weten wie we zelf zijn. Dat we niet precies weten waar ons lichaam is en ophoudt. En op het moment dat over die twijfel ook nog twijfel ontstaat, dan word je omtrek als het ware een stippenlijn. En dan kan je niet meer jezelf als het ware niet meer als zelf waarnemen. Hoe zeg je dat? Dat is een soort iets waar je op een soort nieuwsgierige manier naar kunt kijken van hé, wat gebeurt hier? Maar die tegelijkertijd ook angstig is natuurlijk. Als je niet meer, als je je oriëntatie verliest als het ware. Je bent natuurlijk niet alleen dichter, ook componist. Maar waarom heb je nou voor die dichtvorm gekozen om dit verhaal te vertellen van jezelf? Nou kijk, je moet goed bedenken, nu we het toch over creativiteit hebben. Is kijk, voor makers, voor mensen die creatief zijn, is maken een soort van denken. Van reflecteren, van denken over jezelf, van jezelf ook in de wereld zien en jezelf in de wereld werken, als het ware. Want door het maken, door het creëren, word je ook jezelf, als het ware, als maker. Hè? Was het moeilijk om terug te denken aan die periode? Nou, moeilijk. Ja, weet je, het onttrekt zich een beetje aan dat soort categorieën van moeilijk of makkelijk. Het is meer een soort. Het is een soort zijn in mijzelf. En de ervaringen, een groot deel van de ervaringen was gruwelijk. Maar zoals je in de bundel kunt lezen, je bent ook gewoon mens in zo'n psychiatrisch ziekenhuis. Dus het is ook voetbal kijken en lachen om een mop en iemand die iets doms zegt en iemand die te laat komt en misverstanden en soep eten en wandelen door het bos en vazen kleien. Dus ik bedoel, het is ook heel gewoon, weet je. Het is een bundel die gaat over herstel eigenlijk. Ja. Dus het is niet een bundel die... Nee, het begint ook bij het herstel, het begint bij de opmerking. Ja, en kijk, er zit natuurlijk ook een dimensie aan die zich niet in woorden laat vangen. Dus dat moet je dan ook maar niet proberen, vind ik. Dus zeg maar de gaten die in de bundel zitten, als je ervaren lezer bent en je leest die gedichten, dan zie je daar, ja, dat is het bekende tussen de regels door, zou ik maar zeggen. Maar dan, ik noem het dan meer een soort kraters. In die kraters gebeurt natuurlijk ook nog een hele hoop. Je probeert iets te vangen en tegelijkertijd ben ik ook gedwongen als dichter om dingen te laten en niet te willen benoemen. Mm. En vooral het verhaal te vertellen over wat ik heb meegemaakt als weg naar herstel, die eigenlijk heel erg mooi is en heel erg, hoe zeg je dat? Ja. Hoopgevend? Hoopgevend, dat is het woord, ja. Je bent zelf, kunstenaar en we hebben nu al een aantal voorbeelden gehoord van kunstenaren die ook psychische problemen hebben of hebben gehad. Denk je dat dat bij voorbaat het leven van een kunstenaar heel ontregelend is of dat kunstenaars misschien gevoeliger zijn voor waanzinnige periodes? Nou, ik denk dat heel veel kunstenaars wel, je kan pas kunstenaar worden als je originele ideeën hebt en als je niet bang bent om je binnenkant ook aan de buitenkant te laten zien. Dus in die zin is het niet super verbazend, toch? Dat kunstenaars soms een beetje, dat het dopje er even afgaat en dat er zit geen, zeg maar, we hebben zeg maar geen karnemelk in de aderen, maar meer champagne. Dus als het dopje eraf gaat, dan boem. Ja. Dan sprankelt het er. Ja, dan is het leuke gesprankel waar al die ideeën en maakenergie en gevoelseruptie vandaan komen. Wat ik zeg, dan is het dopje er even af. Mooi. Ja. Mooie woorden. Dopje er even af, Micha Hamel. Ik bedank je. Dank je wel voor je tijd. Met plezier. Applaus. Hoi. Ga lekker zitten.
En dan gaan we het nu hebben over het dopje eraf bij kunstenaars. Maar dan niet met een kunstenaar zelf, maar vanuit andere expertises. En daar heb ik hele goede gasten voor. En ik ga ze eerst even introduceren. Want we hebben namelijk Esther van Venema. Zij is psychiater, columniste en violiste. Zij behandelt muzici en andere toppresteerders met psychische problemen op haar zogeheten performerspoli. Daar schreef ze ook haar boek over, Het ontstemde brein. En ook schreef ze het boek Het verlaten individu. En waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? Ook bij mij aan tafel komt Gaston Fransen. Hij is hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de UvA. En hij richt zich op hedendaagse literatuur en cultuur met specifieke interesse in het schrijverschap, beroemdheid en de representatie van ziekte en gezondheid. En ook Wouter Kuster schrijft aan. Hij is filosoof, schrijver en docent. Hij schreef onder andere Pure Waanzin, een zoektocht naar de psychotische ervaring en de filosofie van de waanzin, die ik ook toevallig voor me heb liggen. En voor deze twee boeken ontving hij de Socrates Wisselbeker, de jaarlijkse prijs voor het beste en meest prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Mag ik een waanzinnig applaus voor mijn gasten. Ik ben heel benieuwd of jullie misschien mensen of werken hebben die het eerste bij jullie opkomen als we denken aan een werk dat schippert tussen die genialiteit en die waanzin. Sergei Rachmaninov. Een componist, Russische componist. En die heeft zijn eerste symfonie geschreven. En dat was een enorme flop. En waarschijnlijk omdat de dirigent die het uitvoerde dronken bleek te zijn. Maar dat was zo'n grote failure, daar kon hij niet mee dealen. En hij was kwetsbaar voor depressie. En hij is toen 3 jaar depressief geweest. Heeft toen hypnotherapie gekregen. Dat zouden we nu niet meer doen voor een depressie. En was zijn behandelend arts zo dankbaar dat hij dat fantastische tweede pianoconcert heeft geschreven als dank voor die arts. Ik wou dat mijn patiënten dat deden. En ja, dat vind ik ook tegelijkertijd een van de meest waanzinnig mooie pianoconcerten die ook altijd zo diep raakt. Ja, ik zou geen psychiater zijn als ik daar ook niet een kritische noot over plaats. En wat je bij Rachmaninov natuurlijk ziet, is dat door die depressie hij eigenlijk niet in staat is om te componeren 3 jaar lang. En wat natuurlijk een gruwel is voor iemand die leeft om te componeren en een componist is. En dat is wel als illustratie dat als je echt lijdt aan een ziektebeeld zoals een depressieve stoornis, dat je dan zo gestoord bent en zo beperkt bent in je functioneren, dat valt niet te romantiseren. Dan komen mensen vaak tot niks en dan zijn ze niet in staat om zich te concentreren of om te focussen. En hebben ze ontzettend somber en negatief zelfbeeld. En soms kunnen ze überhaupt eigenlijk nauwelijks meer leven, omdat ze de hele tijd zichzelf van het leven willen beroven. Dus dat is een situatie, een staat van zijn, die niet verenigbaar is met creëren vaak. En dat zit meer tussen die ziekte-episodes door, dat mensen dan die bijzondere gevoeligheid of creativiteit hebben en daar ook wat mee kunnen doen. Maar de vraag die ik dan aan Micha stelde, zijn kunstenaars misschien wel gevoeliger voor de waanzin? Ja, dat is een hele boeiende vraag die altijd veel discussie oproept en waar we niet uit gaan komen. Wat ik een heel interessant gegeven vind, is dat er in Zweden is er onderzoek gedaan met bevolkingsdata, want dat verzamelen ze daar. En daar is wel aangetoond min of meer dat in families waar de grote psychiatrische stoornissen voorkomen, zoals schizofrenie en bipolariteit, dat daar ook significant meer kunstenaars voorkwamen in die families. Wat erop zou kunnen duiden dat er misschien toch een meer creatief netwerk, associatievermogen is, wat ook tot problemen kan leiden onder bepaalde omstandigheden. En dan noemen we het de ziekte. We hebben het nu al een paar keer genoemd, de waanzin, de geniale gek of de geniale waanzinnige in de kunst dan. Kan jij dat misschien een beetje voor ons duiden of kaderen wat daarmee bedoeld wordt? Hoe we daar naar kijken? Ja, er is een hele lange geschiedenis van denken over creativiteit en kunst en kunstenaarschap in termen van waanzin, gekte, hysterie, melancholie, et cetera. En die geschiedenis die is eigenlijk al heel, dat is meer een cultuurgeschiedenis. Hè, dus het is echt het culturele imago van de kunstenaar. Maar ik denk dat er eigenlijk helemaal geen causale relatie is tussen mentale ontregeling en creativiteit. Er is volgens mij helemaal niets dat daarop wijst. Wat wel zo is, is dat er een neiging bestaat om te praten over bepaalde vormen van denken en bepaalde vormen van gedrag. En die te koppelen aan bepaalde vormen van praten over kunst. En dat is een hele lange geschiedenis. Je kunt eigenlijk helemaal teruggaan tot Plato en Aristoteles. Die schrijven daar al over hoe grote geesten eigenlijk ook een beetje gek zijn. En dan krijg je ook helemaal het idee van inspiratie als iets, als een soort bezeten worden. Denk aan de klassieke muze. In de klassieke oudheid zie je dat het idee is dat de dichter de muze aanroept en dan zegt, muze, zing mij van Achilles. En dan neemt de god bezit van jouw lichaam en springt door jouw mond. En die geschiedenis die loopt
Eigenlijk al heel lang. Wat je wel ziet is dat rond de romantiek, daar zie je de grote omslag. Daar ontstaat echt het idee van de geniale gek, de mad genius. Dan wordt de verbeelding, gaan we dan zien als iets dat irrationeel is, niet gecontroleerd kan worden, gevaarlijk misschien wel. En dan ontstaat echt dat idee van de romantische, de romantic genius die ook een beetje gek is. En wat is dan het gevaarlijke? Het gevaarlijke, dat zit in beeldvorming. Hè? Dus in de romantiek ontstaat het idee dat verbeelding oncontroleerbaar is. En dat inspiratie en kunst zo overweldigend zijn dat je als mens daar aan onderdoor gaat. Denk aan beelden zoals Huldalin, hè? Die zoveel inspiratie had en contact met het hogere, dat hij daar aan onderdoor ging. Hè? Dat te ingrijpend is. En dat beeld zie je ook bij Van Gogh, hè? Dat is ook zo'n goed voorbeeld. Maar dat is een ontzettend geconstrueerd beeld. En je kunt al zien heel vroeg in de 19e eeuw dat over Van Gogh, die werd geclaimd als een soort projectiescherm van allerlei romantische kunstenaars om daarover te schrijven en hun eigen beeld te scheppen van hoe de kunstenaar zou moeten zijn. Namelijk een beetje gek. En maar dat is heel erg een culturele constructie. Ik denk dat het heel belangrijk is om goed onderscheid te maken tussen psychiatrische ziektes. Hè, dus de bipolariteit, schizofrenie, depressie, al die grote beelden. Waardoor mensen niet goed kunnen functioneren en ernstig ziek zijn. En ik zeg altijd, je kan beter kanker hebben dan zo'n ernstige aandoening, hè, met een psychose. En dat kan zo ongelooflijk bedreigend en heftig zijn. En ja, ik vergelijk het altijd met een nachtmerrie waar je dan niet uit wakker wordt. Ik werk naast het werk wat jij zei ook op de gesloten psychiatrische afdelingen bij de crisisdienst. Ik zie mensen wel echt in psychiatrische nood. Mm-hmm. Ja, soms zijn er dan ook mensen met die aandoeningen die ook heel creatief zijn. Hè? Dus die inderdaad hier ook aan tafel zitten. Maar ik denk een heel groot deel van die mensen niet. En dat die ook echt daar enorm hun leven ook lang onder lijden. En je hebt natuurlijk ook te maken met het fenomeen mensen die wat neurotisch zijn opgegroeid, hè, ingewikkelde achtergrond, en die dan wat wij noemen sublimeren, dus alle nare gevoelens en toestanden kunnen omzetten in iets kunstzinnigs, iets moois. En ik denk dat dat ook wel nodig is om bijzondere dingen te doen. Want als iedereen onder die normaalverdeling in het midden zou zitten, dan zou het een hele saaie bedoeling worden. En dat is ook iets waar ik me zorgen over maak in deze samenleving. Hè. Dus dat en de waanzin en de kunstzin daardoor eigenlijk moet allemaal heel netjes en correct zijn en ons aanpassen aan een gemiddeld ideaal. Dat is ten koste van de kunstzinnigheid en de waanzin, denk ik. En dat is iets anders, dat net een beetje scheef gegroeid zijn, waardoor je bijzondere dingen doet. Dat is wel echt een verschil met de grote psychiatrische ziekte, waardoor mensen enorm kunnen lijden met een lange ei en eigenlijk vaak ook, zeker in die episodes, niet goed functioneren. Dan wil ik toch even naar deze dikke pil van jou, de filosofie van de waanzin. Als jij nou een definitie moet geven van de waanzin die je hierin benoemt, kan dat? Ja, mogen er ook twee zijn? Ja? Dan mogen de mensen zelf kiezen definities, wat ze leuk vinden. Zeker. Waanzin is de uitdrukking van het verlangen naar oneindigheid in een wereld die zichzelf als eindig definieert. En dat wordt dan gedaan op een sociaal en praktisch onhandige manier. Dus je kan het ook op allerlei goede manieren doen. Je kan lekker naar de kerk gaan, als dat allemaal lukt, als het een goede kerk is. Maar goed, als je dat heel onhandig doet, nou, dan wordt dat ook wel waanzin genoemd. En de andere definitie, die is ietsjes meer over psychose in plaats van waanzin. Een psychose wordt vastgesteld in een gesprek tussen twee personen, tussen A en B. Wanneer dat gesprek ophoudt één van de twee besluit dat het communiceren verder geen zin heeft en de reden dat de communicatie niet verder gaat, toeschrijft aan de ander. En die ene die moet ook de autoriteit hebben dat hij psychiater is. Als de psychiater zegt, hier valt niet verder mee te praten, want dit valt buiten de orde van het normale spreken, dan is het psychotisch. Dan wordt degene die dan als psychotisch wordt vastgesteld, wat die persoon verder zegt, wordt gezegd, dan wordt die persoon gesplitst. Dan wordt gezegd van nou, die dingen die je nu zegt, dat ben jij niet, maar dat is je ziekte. Nou, mijn boek begint eigenlijk daar. Wat zegt die ziekte dan? Ziekte, ja oké, is prima als psychiater daarvoor zorgen, als een beetje voeden en een beetje vertroetelen, zodat je niet op straat en geen ongelukken, dat is hartstikke goed. Maar waar gaat een psychose over? Dat vind ik interessant. En waar gaat een psychose over van, nou ja, zoals Michel zei,
heel veel energie en dan gebeuren er heel veel dingen. En op zeker moment, dan brand je door. Ik vond dat heel mooi gezegd. Dan brand je door. En wat mij dan interesseert, en wat zijn mogelijke ervaringen, waar grenzen ervaringen aan het onmogelijke, is als je dan bent doorgebrand, wat is dat voor gebied waar je dan terechtkomt? Deel je deze definitie van waanzin, Esther? Nou, die eerste daar, die vind ik wel heel mooi. Okay, maar daarvoor de oneindigheid. Ja, en dat zie je natuurlijk ook in het streven tegenwoordig sterk, vooral weer terug naar de jaren 60. En met alle psychedelica, dat mensen eigenlijk al die filters, al die boxing die wij ons hele leven eigenlijk aanleggen. Waardoor we natuurlijk toch wel heel erg beperkt soms worden in onze waarneming, onze interactie. Dat je merkt dat er een tendens is om dat op te heffen door paddo's of ayahuasca of weet ik wat te gaan gebruiken. Om eigenlijk die filters op te heffen. Het default netwerk letterlijk eigenlijk te ontmantelen op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk ook een bepaald soort streven naar oneindigheid. Het loslaten van het spanningsveld tussen die oneindigheid en die enorme behoefte aan controle die ons zo kenmerkt. En dat is natuurlijk, dat zou eigenlijk een dynamisch evenwicht moeten zijn, waarbij het niet het een is of het ander. Maar waarbij je eigenlijk continu onder alle omstandigheden je aanpast, dat er een equilibrium ontstaat. En dat is natuurlijk een hele lastige uitdaging soms. Je brengt nu eigenlijk ook de filtertheorie in. Hè? Van dat als je psychotisch bent, dat je eigenlijk door prikkels wordt overladen en dat je filters moet hebben om te functioneren. En dat ben ik met je eens. In deze wereld moeten we inderdaad, om niet te verdwijnen in de chaos of in het oceanische, moeten we prikkels. Maar ergens is dat ook een cynische. Ik zal het nog cynischer maken. Het gaat natuurlijk over het stofje dopamine. Hè, want daar grijpen de medicijnen tegen psychoses ook op aan. Antipsychotica zijn gericht op het stofje dopamine, neurotransmitter in je hoofd. En dopamine, even technisch, maar wel nuttig, is de markeerstift van het brein. En daarmee maken we onderscheid wat relevant is en wat niet. Hè. Dus het feit dat ik op een rode stoel zit en jij ook en dat die deur rood is. Ja. Dat is niet zo relevant, maar als mijn dopaminehuishouding niet op orde is en ze heeft een rood rokje aan, dan zie ik allerlei verbanden die misschien niet heel erg nuttig zijn. Dan gaat het om nut, hè? Dan gaat het om wat wij met elkaar als samenleving hebben afgesproken. Ja. Of waarbij het individu optimaal, tussen aanstekens, wat is dat, functioneert. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook heel erg context, cultuurafhankelijk. Ja. Mm-hmm. Ja, precies. Dat vind ik heel leuk dat je dat zo zegt. Mee, zo zou ik het zelf ook zeggen. Dus ik ben blij dat jij het al als voorzet of als. Hè? Maar dus inderdaad, kijk, en het wat wij ook willen, zowel in de kunst als in de filosofie, is wat gebeurt er nou? En dat doen we natuurlijk het liefst in gedachten en in academische teksten of in prachtige kunstuitingen en zo, in plaats van wild op straat. Dus ik ben heel erg voor psychose en waanzin om dat te ontdekken. Maar ook voor die psychedelica, maar doe het niet zelf, doe het liever in tekst. Doe het liever door bijvoorbeeld filosofie te studeren van wat. Of natuurkunde. Of natuurkunde, of wiskunde. Wat gebeurt er nou als die filters weggaan? Hè? Wat filteren we nou uit? Want de suggestie is wel dat er meer is dan datgene wat we zien. En dat relevantie, dat een gedeelte is van waarom is het ene wel relevant en het andere niet? Wat zie je als je buiten alle contexten bent? Ja, maar ik weet niet of er meer is. Hè. Er is wat er is. De vraag is met welke filters of hoe wij dat perciperen. Hoe die realiteit wordt vastgesteld, die realiteit is al een gefilterde realiteit. En als je psychotisch bent, dan denk je, wow, nou zie ik opeens dat het een gefilterde realiteit is. Hey, we leven allemaal in de matrix. Dan denk je allemaal dat je het echt ik val eruit. Ja. Redpilled. And there you are. Ja. Zeker. Nou ja, en dat kan geestverruimend zijn, zoals jij ook schrijft. Maar als je dan zo angstig wordt omdat je continu door de kleur rood achtervolgd wordt. Zeker. En naar Portugal moet vluchten om aan die achtervolging van de kleur rood te ontkomen. Mm-hmm. Dan wordt het problematisch. En dan kunnen mensen natuurlijk ook super angstig zijn. Want het gaat dan niet eens meer alleen maar natuurlijk of je het zelf aan kan of niet. Maar het gaat natuurlijk ook om hoe de buitenwereld deze kunstenaars ziet en afschildert. Want dat is iets waarvan ik weet dat jij daar ook op gespecialiseerd ben. Wat is het gevaar daarvan dat media of dat beeldvorming daar zo hard op gaat zitten? Kijk, je ziet bijvoorbeeld bij ook beroemde kunstenaars of artiesten van nu. Denk aan een figuur zoals Kanye West. Dat is natuurlijk echt het voorbeeld dat op dat moment heel erg sprekend is, denk ik. Daar zit iets heel dubbels aan. Hè. Aan de ene kant zie je heel erg dat soort figuren. Of de Demi Lovato, Selena Gomez heeft nu ook zo'n documentaire over mentale kwetsbaarheid.
Daar zit iets positiefs in de zin dat dat mentale problematiek wel bespreekbaar maakt. Ja. En dat zien we ook uit onderzoek. Hè. Dat soort mensen die maken dat jonge mensen een soort taal krijgen, een soort ruimte krijgen om te praten over dit soort ervaringen. En dat neemt een deel van het taboe weg, van stigmatisering. Ja. Maar er zit een hele dubbele, en er zit ook een hele donkere andere kant aan, namelijk romantisering. En ook het idee dat dit soort figuren vaak hun eigen verhaal koppelen aan een soort succesverhaal. Dat ze daar overheen komen, dat ze dat succesvol doen, dat ze een succesvol leven hebben. En dat geldt voor een heleboel normale mensen, om even zo te zeggen, niet. En dan krijg je weer een soort van zelfstigmatisering. Van oké, deze persoon kan succesvol leven met een bipolaire stoornis. Mm-hmm. En ik kom niet eens door de dag heen. Dus er zit een soort hele dubbele kant aan de manier waarop we spreken over beroemde kunstenaars en mentale problematiek. Ik snap in dit geval natuurlijk ook het gevaar, maar het heeft misschien natuurlijk ook iets moois. Dat is iets wat jij natuurlijk, waar jij heel erg voor pleit. Wat ik las in jouw filosofie van de waanzin, is dat je meent dat een psychotische ervaring juist niet gemedicaliseerd moet worden. Maar wat bedoel je daar nou mee? Nou, hij mag wel een beetje gemedicaliseerd worden. Kijk je naar mij? Als medicus of medica. Maar daar moet het niet bij blijven. Of nou ja, moet iedereen natuurlijk zelf weten. Hè? Maar als je psychotisch wordt, nou, dan maak je al die waanzin maak je mee. Nou, je komt er binnen en je krijgt meteen die medicatie over je heen. Dus dan wordt die psychose wordt weggespoeld. En daarna kom je in een herstelproces en daarna ga je verder. En dan, veel mensen blijven met vragen zitten over wat had dat nou allemaal te betekenen? En als het enige antwoord daarop is van ja, het was een ziekte en al die dingen die je meemaakte, dat had helemaal niks te betekenen. Dat ging nergens over. Terwijl je voor jezelf had je het gevoel van, het ging nou juist over alles. Het ging over het ontstaan van de wereld, het ontstaan van mezelf, de betekenis van het leven, de zin van de dood en het leven en van de tijd. Als je dat hebt en er wordt van alle kanten gezegd van, ja, maar het was een ziekte, slik nou maar je pilletje en denk er niet te veel over na, ga lekker tuinieren of ga lekker kleien. Dan doe je die mensen tekort. Ze doen zichzelf tekort door alleen maar naar dat medische discours te luisteren en niet na te denken en na te gaan over wat voor betekenis het heeft. En dan sterker nog, als ze in dat medische discours gevangen blijven zitten, dan kan er een heimelijke wens zijn om datgene waar ze wat ze op het punt stonden om te ontdekken in de psychose, om terug te gaan naar die psychose. Want een psychose, daar zit een fascinatie in. Je wordt door iets gegrepen. Je gaat iets achtervolgen. Die rode jasjes achtervolgen jou wel, maar jij achtervolgt ook iets anders. Je achtervolgt het geheim van de wereld. Je hebt het bijna ontdekt. Ja, en dan komt de psychiater met zijn spuit en dan, tenminste dat denk je, hè? Want je ontdekt het altijd bijna. Je bent er altijd bijna. Dus, en daarom wil je terug naar die psychose. Was dat ook en als zo, je dat niet erkent, dat de psychose ook een aantrekkingskracht heeft, er is een fascinatie om psychotisch te worden. Als je dat niet inziet, dan wil je daar toch weer heen. Van, oh, dan ga ik toch weer flink hash gebruiken of LSD of wat dan ook. En dan kom ik daar wel. Kan een psychotische ervaring voor iedereen zo'n mystiek of creatieve meerwaarde hebben, zoals het voor Micha heeft gehad, voor jou misschien een beetje gehad en voor anderen die Kanye West misschien ook wel heeft gehad? Ja, nou, ik vind toch, als je dat zo aan elkaar koppelt, psychose en creativiteit en kunstzinnigheid, Het is ook wel heel reductief. Hè? Je reduceert de ervaring van mensen die mentaal ontregelen. Mm-hmm. Je reduceert kunstenaarschap. Je reduceert ook creativiteit, denk ik. Hè? Want een van de risico's ook van dit gesprek misschien wel, is dat we ook misschien over het hoofd zien dat creativiteit bijdraagt aan welzijn. Hè? Daar is ook veel, daar zul jij ook weten, heel veel literatuur over. En mensen die creatief zijn, zijn stabieler, leven langer, zijn gelukkiger, hebben meer gevoelens van hoop, et cetera. Mm-hmm. Dus die creativiteit, die is wel heel essentieel. En misschien daaraan toevoegend nog, als je kunstenaar bent, dan is het ook een kwestie van heel gedisciplineerd, heel hard werken. En het is niet opeens een outburst als dat knopje eraf gaat, dat er dan fantastische dingen uit je handen komen. Want dat is ook een onterechte romantisering. Het is keihard werken, gedisciplineerd zijn, elke dag studeren, je toonladder studeren. Dus die romantisering zou ik ook willen ontmantelen. Dat ineens dan over je heen komt, een enorme
outburst van creativiteit. En dat zie je zelfs al in de romantiek zelf. Hè? Dus we weten van dichters die claimden dat zij poëzie schreven op een stormachtige nacht en dan in één keer een gedicht opschreven. En dan naderhand vind je manuscripten met eindeloos veel varianten en aanpassingen. En blijkt daar een heel ambacht achter schuil te gaan. Kijk, je zou wel kunnen zeggen dat op het moment dat iemand die een bipolaire stoornis heeft, dan heb je de manie waarbij iemand echt niet meer functioneert, hè, vanwege allerlei ontremd gedrag en gevaarlijk gedrag enzovoort. Maar de fase daarvoor, de hypomanie, die kan soms wel, dat zei Misha ook, verhoogde energie, creativiteit die opeens wat opvlamt, die kan nog soms wel tot wat productiviteit leiden. Maar dat is maximaal wat ik daarvan kan. Ja, ja. Wil ik deze waanzinnige en kunstzinnige avond graag afsluiten. En wil ik heel graag onze gasten bedanken. Dat was Nicolas van Pauwke, Micha Hamel, Esther van Venema en Gaston Fransen en Wouter Kusters. Hartelijk bedanken voor deze prachtige avond. Applaus alsjeblieft. Ik wil heel graag ook de techniek bedanken voor deze avond en natuurlijk de Bali Academie die dit programma hebben gemaakt. En dat waren namelijk Sanne Toreman, Margot Samson, Anne van Pauwke en Marit Breuker. Een heel hard applaus voor hun. APPLAUS